Het directoraat cultuur blijft een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het zal niet meer worden overgeheveld naar het ministerie van Sport en Jeugdzaken, zoals dat was aangekondigd. Dat zei onderwijsminister Lilian Verrier gisteren tijdens een kennismakingsbezoek aan het directoraat. Ze vindt dat cultuur een deel is van de ontwikkeling van de mens en dus moet het directoraat een deel blijven van onderwijs. En ik heb de president kunnen overtuigen om hem te zeggen: cultuur is deel van het ontwikkelingsproces. En daarom hoort het bij het ministerie van Onderwijs en niet bij Sport en Jeugd. Dus, ik ben blij met uw applaus, maar het heeft natuurlijk consequenties voor u, uw werk. Er zijn twee dingen die, nou, ik wil eerst ingaan op dat wat de directeur heeft gezegd. Ik weet dat er stukken voorbereid zijn. Ik weet dat de afdeling het directoraat cultuur minder krijgt. Maar directeur, als u goed de begroting bekijkt, dan ziet u dat eigenlijk voor die 15.000 leerkrachten die in dienst zijn van het ministerie, bijna de hele hap naar salarissen gaat. Met de herwaardering is dat stukje alleen nog maar erger geworden, omdat al die mensen die op hoger niveau lesgeven, ik kan het gewoon zeggen, bommen verdienen. De minister bleef ook stilstaan bij het karrig budget van het directoraat. Dit jaar is er slechts een bedrag van 17.000 SRD vrijgemaakt voor culturele activiteiten. Volgens Verrier is dit te wijten aan de salarissen van de leerkrachten. Vooral na de herwaardering van deze groep blijft er weinig geld over voor andere activiteiten, zegt de... Maar we hebben projecten. En we moeten gebruik maken van onze creativiteit, innovativiteit, om met voorstellen te komen. Om dingen te gaan doen. Ik kom net uit een meeting met een Franse delegatie en dan staan we, ja, dan komen we weer, ja, dit hebben we in concept en dit willen we gaan doen of dit kunnen we niet doen omdat, en dan komt men met financiële crisis. Ik heb al op hoofdkantoor gezegd, voor mij geldt financiële crisis niet, want het is echt niet zo erg. Ja, ik ben in andere landen geweest waar het veel erger is en toch produceren mensen. Als u soms naar bepaalde radiostations luistert, gaat u horen. Wat we zullen hebben, is wat we zullen weten te behouden. Dan kijk ik hier al in de richting. En ik wil maar één ding zeggen, onze staatscollectie. Wat is de stand van zaken? Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren tijdens een kennismakingsbezoek aan het directoraat cultuur. Ze heeft president Desi Bouterse kunnen overtuigen dat dit directoraat onderdeel moet blijven van MINOC.